Deze muziek en deze beelden lieten de harten van menig tv-kijker in de jaren 80 sneller kloppen. Zo ook bij Ron Mertens. Zijn liefde voor de serie ging zelfs zo ver dat hij de wagen, Kit geheten, na wilde maken. Ik was helemaal gek van de auto. Dus de man erin kon me niet zoveel schelen, maar de auto vond ik geweldig. Vooral het dashboard en natuurlijk die scanner aan de voorkant, maar het dashboard dat... En het stuur was wel indrukwekkend. En zoiets wilde Mertens dus ook. In 2002 kocht hij van een student voor 2000 euro een Pontiac Firebird. Al zijn ziel en zaligheid stopte hij erin om de auto om te toveren tot een exacte kopie van de Kit. Hij zag er niet uit. Er zat een gat in het dak en het leek er nog niet eens op. En toen langzaamaan aan begonnen, steeds gespaard. En toen zo lieverlee is het dit geworden. Ik ben er 6 jaar aan bezig geweest. En dat is redelijk veel weekenden en avonden. Ja. En hoeveel geld heb je erin gestopt? Een voorzichtige schatting zit al boven de 30.000 euro. Vol trots reed Mertens met zijn auto door Etten-Leur en showde zijn wagen op de talrijke automeetings. Maar langzamerhand werd de liefde wat minder. En samen met zijn vriendin vond hij een nieuwe passie. We hebben toch nog een andere hobby die we nog veel leuker vinden. Dus en dat is paarden. En dus staat zijn auto te koop voor minimaal 15.000 euro. Als ik er te weinig voor krijg, dan gaat hij ook niet weg. En het moet ook echt iemand zijn die ermee verder wil. Of in ieder geval niet hem demonteert, zeg maar. Dat zou eeuwig zonde zijn. En moet zo blijven? Het liefst dat hij zo blijft, ja. Dus raak je opgewonden van dit melodietje en deze beelden, dan kun je nu aan de slag gaan.